Gisteren was het tijd voor Pens, voor Hermes. En die heeft hij opgegeten, maar na een minuut of drie kreeg hij het verschrikkelijk benauwd. Er schoot een stukje Pens in zijn, zeg maar in zijn luchtpijp. En omdat hij al niet meer een van de sterkste was, Hermes was 16,5 jaar oud, lukte het hem niet om het eruit te hoesten. Hij stikt. Hij stikt. Hij stikt, joh. Hij is gestikt en hij sprong alle kanten op en is daardoor al die beweging ook in het water gevallen. En hij is eigenlijk voor de ogen van het publiek dood gegaan. En dat is natuurlijk geen leuk gezicht. Hij stikt hard. Ik heb gisteren nog een jongetje aan de telefoon gehad van een school. Die was hier met school en die was echt, was echt over zijn toer heen. En ja, dan probeer ik ook maar uit te leggen dat hij gelukkig een heel mooi leven gehad heeft. En dat hij toch ook de vader is van vele welpen. En dat we er toch vrede mee moeten hebben dat hij er niet meer is. Dat hij bij de sterren is.